Zij staat voor de klas. Hij ook, maar nu even niet. Samen hebben ze één baan. Het ene jaar zij. Dus hij nu even niet. Prettig geregeld. Zij is geen familie, maar wel kind aan huis. Ook hij is geen familie, maar hij huist er wel. En er huizen nog twee dochters in het buitenland. Prettig geregeld. HBSA, Lindegracht 36, 1954, 1959. Wie ben ik? Wie ben jij? Wacht even. Je komt langzaam boven drijven. Basti! Helemaal! Gekke Bastiaan Reinders! Hé, waar is je snor? En waar zijn je puistjes? Verloren met mijn onschuld. Oh, 30 jaar geleden. En ik herkende je meteen. Ja, dat doet iedereen. Ik schijn een onuitwisbare indruk achtergelaten te hebben. Oh ja, en op wie allemaal? Gonna make a sentimental journey. Ik maak een reis door mijn jeugd en ga allemaal oude vrienden langs. Hé, en hoe wist je dat ik hier woon? Oh, via. Kootje Klapbeek, zeg je dat nog wat? Kootje Klapbeek, die kwam uit Lopik. Ja. Met van het Engelaar. Ja, die hoort dan. En die wist dat ik hier woon? Ja, die had het weer van Sjoekie Anema. Ken je die nog? Sjoekie. Ja, tuurlijk. Ik zal Sjoekie Anema niet kennen. Ik bedoel, die ze loens een beetje. Ja, lekker doet ze nog steeds. Basti, kom op, we gaan naar binnen en dan moet je me alles aan vertellen. Ben je gescheiden dan? Nee, hoezo? Nee, ik dacht zo. Hey, was jij niet met een meisje uit de parallelklas? Ja, daar ben ik later wel mee getrouwd. Hoe heet ze ook weer? Maaike Knol. Ja, zo heet ze nou weer. Oh, ja, ik ben veel te vroeg mee begonnen. Nou ja, goed, zand erover. Ben je werkloos dan? Nee. Oh. Nee, ik laat mijn vrouw voor me werken. Oh, dat is mooi werk. Prettig geregeld, hè? Hoe weet je dat? Ja, dat staat toch op het huis? Kijk, als je op een zonnige dag van school wegblijft om onder het genot van een krat pils horizontaal in de achtertuin van de burgemeester te bivakkeren, hè, en daar een bos bloemen plukt voor het meisje dat je 's avonds achter op je fiets zonder licht meeneemt naar de disco, nou, krijg je daar last mee, hè? Zijn we eenmaal in onze samenleving regels waar we ons aan moeten houden. En als je niks aantrekt van die regels, dan zijn er altijd weer andere leden van de gemeenschap die ervoor zorgen dat je er wel aan houdt. En het toezicht dat de leden van de gemeenschap op elkaar uitoefenen, noemen wij sociale controle. Frank, hoe noemen we dat? Wat? Wat is sociale controle? Geen commentaar. Hoe laat ben jij naar bed gegaan gisteravond? Gewoon. Wat is gewoon? Net zo laat als anders. Ja, en hoe laat is anders? Daar let ik nooit zo op. Ja, dat dacht ik al. Het is niet de eerste keer dat jij in slaap sukkelt. Kan wel. Ja, vorige week donderdag ook al. Oh. Weet je dat echt niet meer? Nee, want toen sliep hij. Was er soms een nachtfilm gisteravond? Nee. Dat weet ik niet. Ja, en jij vindt dat je zelf wel op tijd naar bed gaat? Ja, dan moet het toch iets anders zijn, anders val je toch niet zomaar in slaap? Val je thuis ook wel eens in slaap? Ja, soms. Voor de televisie bijvoorbeeld? Bijvoorbeeld. Hm. En wanneer val jij in slaap voor de televisie? Als het heel erg saai is. Ja, maar waarom blijf je dan ook zitten kijken als het heel erg saai is? Ik blijf hier toch ook zitten. Dank je. Zijn jouw ouders van plan om naar de ouderavond te komen vanavond? Weet ik niet. Nee, anders bel ik ze wel even op om te vragen hoe laat jij naar bed gaat. Dat weten ze niet. Dan slapen ze al. Zeg, ken je deze nog? Ja, petit fleurs, die biché. Bij Loes Visser thuis, die had pas een pick-up en pas één plaatje. De hele avond op gedanst. Nou, gedanst. Zo, dus jij bent huisman. Nou, dat heb je goed bekeken, jochie. Ja, vrouwtje de school, hè? Kinderen in het buitenland. Vadertje leidt een vrij leven. En jij dan? Oh, zeker weten. Ja, rustig baantje, veel ATV, weekend. Ik woon nou precies 8 jaar, 6 weken, 3 dagen en 2 minuten alleen. Ja. En ik zou nooit meer willen ruilen. Ja, ik kan gaan en staan waar ik wil, begrepen. Ik kom nou net bijvoorbeeld van Terschelling af.
Daar ben ik nou nooit meer geweest, weet je dat? Ah, zou je toch niet moeten doen, hè? Mm. Hey, alles kwam weer terug, hè? Dat ik op staatsbosbeheer op het meisjesterrein toch bij het Friese kind in het sheltertje lag en dat die bewaker met zo'n staaflantaarn wees naar binnen. Dan hebben ze toch je kampkaart ingenomen? Nee, dat was Jaapie Vliegendhart. Want die moest midden in de nacht met zijn koffers in het washok. En want die werd op de vroege boot van het eiland gezet. Ja, daar zou je tegenwoordig een moord voor moeten plegen. En dansen bij Rijf. Oeh, wat heet je. Stond je lekker te schuiven en dan kwam er zo'n controleur op je schouder tikken dat je afstand moest bewaren. Kijk, dat was dan nog eens veilig vrij, hè? Ja. Zeg, ben je toen nog niet eens een keer in de duinen achterna gezeten? Door de politie te paard. Ja! Oh, dat konijnenhol. Ik zo bleef steken. En wat denk je? Meneer ligt gewoon met zijn hoofd op zijn armen uitgebreid te slapen, midden onder de les. Oh, gelukkig. En dat is nou al de vierde keer. Dat is een pak van mijn hart. Hè? Oh, ik durfde er niet over te beginnen. Ik dacht dat het aan mij lag. Ja, bij mij hebben er ook een paar zitten pitten. Oh, Mike van Zomeren soms? Oh, nee, die heb ik niet. Oh, nou, die had bij mij zijn ogen wel open, maar daar bleef het dan ook bij. Zo boeiend is nou maatschappij leren. Ach, dat heeft er niks mee te maken. Is bij jou nog niet gebeurd? Ik heb die gasten niet in de klas. Vraag me wel af wat de oorzaak is. Nou, wat wil je? Muziek, televisie, sterke drank, slappe ouders. Ach, dat was het verleden jaar ook allemaal en toen heb ik er niks van gemerkt. Nee, er moeten dieper liggende oorzaken zijn. Sociaal, psychisch. Nou, wat zou je denken van het broeikaseffect? Lach jij er maar om? Die gasten die slapen een gat in de ozonlaag. Niks van aantrekken zolang ze er niet bij snurken. Nou, het scheelt niet veel. Voor mij mogen ze allemaal slapen. Eindelijk rust en perfecte orde. Zeg, ga jij nog naar huis tussen de oude avond en de vergadering? Nee, dat is niet de moeite waard. Trouwens, ze zou toch voor broodjes zorgen? Ja, ik blijf ook. Oh. Heb jij zin om na afloop bij mij nog een gezellig broodje te drinken? Oh ja, graag. Ik denk dat we daar tegen die tijd ook wel aan toe zijn. Meneer Nauta, wakker worden. De bel is al gegaan. Dirk. Oeh. De bel moet gegaan zijn. Ik barst de laatste dagen van de slaap. Ik heb geen idee hoe het komt. Door het broeikaseffect. Zou je denken? Ja, zeg ze. Wat nu, sprak Pietje Gru. Dat zei de kwal ook altijd, hè, met wiskunde. Een onverhoedse aanval. Ai, 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 ai. Dat is een misselijk teken, hè? Ja, de kwal. Die was ook altijd bezig met de mijnen, weet je nog? Elsje, wat heb je een mooie broche. Wat staat hier lief bij je blouseje? Heb je die van je vriendje gekregen? Nee, meneer, ik heb geen vriendje. Heb jij geen vriendje? Nee, meneer. Zo'n mooie broche, nog geen vriendje. Schaak. Nou ja, die leraar. Allemaal hadden ze wat, hè? Maar ze dachten dat het een soort roeping was, maar het was eigenlijk gewoon een afwijking, hè? Een fabuleuze oplossing. Albert Winnick is een partij tegen Euwe, 23 september 1939 te Leningrad. Nou je het zegt. De wandelende tak van biologie, heb je daar nog eens wat van gehoord? Ja, hij schijnt nog steeds rond te lopen. Die gaf in de laatste les van de derde klas altijd seksuele voorlichting. Maar dan moesten de meiden de klas uit. Ja, en dan kwamen de feutus of sap uit de kast. Oh, wat ben ik het zat. Nou, heb jij de ouders van Frank gezien? Ik niet. De ouders die je hebben moet zijn er nooit. En nou lekker onderuit. Joris, we zijn er! Die moet ons maar eens even verwennen met spijs en drank. Dat mis ik nou, hè, sinds Gerard het huis uit is. Dat er iemand is. Ik kom altijd een leeg huis binnen. Gauw radio aan, weet je wel. Vroeger had ik hem nooit aan. Joris! Wat is dit? Wat zullen we nou beleven? Hij heeft visite, zo te zien. Joris! Hoor je nou hoe akelig zo'n leeg huis? Zal ik de radio aanzetten? Is die helemaal? Anna, mijn oude schoolvriend Basti is komen aanwippen, 30 jaar niet gezien. Zijn even stappen om het te herdenken. Kusje Joris. Wel, ja zeg, en laat de troep hier maar achter. Dat is leuk voor je vrouw als ze na een dag bloed eruit geput thuis komt. Kom, help ik even opruimen. Nee, als je maar uit je hoofd laat. Dit is zijn werk en het blijft zijn werk. Kom op, we blijven hier niet. We zoeken de gezelligheid ergens anders. We gaan naar de kandelaar. Ben je er wel eens geweest in de kandelaar? Nee. Ik ook niet, maar het is daar hartstikke gezellig. Wacht even. Zo, kusje hoeft niet.
Reuze gezellige thuiskomst. Hey, leuk vrouwtje. Ja. Oh, interesseert jou niet meer zo, hè? Ach. Vroeger gaven ze cijfers. Cijfers? Deed ik je ermee? Wat heet? Smerige macho's. Kassa. Wist je toen nog niet, hè? Dat je macho was. Hey, hoe kwamen we erbij om dat te doen? Nou ja, erfelijk belast, hè? Van onze vaders meegekregen. Dat kunnen we toch ook niet helpen? Cijfers geven. Alsof de vrouw een object is. Of een proefwerk. Ja. Ja, dat is niet zo gek. Een proefwerk, ja. Ja, je moet het tenslotte je best doen, hè. Hé, hey, gaan we het er toch over hebben. Zullen we zomaar eens even naar huis gaan? Ja, dat is goed. Hey. Ja. Dus ik zeg tegen die vader, nee hoor. Alle mannen willen eigenlijk allemaal alleen maar één ding. En je had zijn gezicht moeten zien. Gelijk hebben. Oh, sorry. Ik zeg, dat lijkt Frank van Zieten wel. Wie? Onze mafkees. Waar? Die ober. Ober! Twee martinis graag. Ja hoor, het is hem. Ja, die loopt mij een beetje te snel weg. Hoezo? Nou, wat dacht je? Die voelt nattigheid. Wacht eens, denk je dat hij omdat hij hier... Ja, ja, zeker, natuurlijk wel. Ik zal straks eens informeren. Zeg, en wat zei die man toen? Wie? Hè? Die vader. Oh, die wilde een heel verhaal gaan ophangen, maar ik werd gelukkig gered door de zoomer. Ik zei, 10 minuten zijn om, meneer. Sorry, er zijn nog 5 wachtende achter u. Alsjeblieft, mevrouw. Hij zegt, ober, dat is zeker wel vermoeiend, hè, ober, zo'n hele avond oberen. Och, valt u mee, mevrouw. Oh. Ober, tot hoe laat bent u hier nou bezig? Uurtje of 10. 10 uur? Nou, dan mogen we dat drankje wel snel opdrinken, tent gaat zo dicht. En hoeveel avonden in de week, ober? Nou, vast wel 4 avonden. Zo, dat is niet niks. En zou de ober dan geen slaaptekort komen? Nee, dat haalt de ober toch in op school, niet haar ober. Dit lijkt me een interessant interview voor de school. Is het wel zo verstandig, ober, om uw werk te combineren met school? Ja, anders heb ik geen geld. En dat heeft u meer nodig dan slaap? Ja, zeker weten. Ik moet nou weer nieuw bellen voor mijn drumstel. Oh, scholier werkt zich te vellen. Ja, het lijkt me een mooie kop voor het interview. Schrijnende toestanden. Obers slapen op school. Liever niet in een schoolkrant. Waarom niet? Nou, dat hoeft toch niet iedereen te weten? Oh, dat is een onderwerp van algemeen belang. Dat nemen ze misschien wel over in de gewone kranten. Kinderarbeid anno 1989. Ja, dan ben ik zo mijn baantje kwijt. Oh, het lijkt me niet gek voor school. Zoveel uitgeslapen leerlingen hebben we ook weer niet. Als u het niet doorvertelt, dan blijf ik voortaan wakker in uw les. Zal ik een nachtje over slapen, hè? Ober? Reuze gezellige thuiskomst. Mankeren jullie wat aan je handen? Zijn op stap. Komen niet terug voor de troep aan kant is. Nou, wat doen we nou? Ja, wat doen we hier eigenlijk? Het is hier ongezellig. Kom op, we gaan weer. Nee. Moeten we hier nou niet eventjes die hele rotzooi opruimen? Ben je gek? Dat heb geen haast. Dat doen we straks. Ze komen toch niet terug voordat de troep aan kant is. Zeg, hou jij er 2 vrouwen op na? Nee, of heb ze een vriend? Waar heb je het over? Nou, hier, kijk dan. Zijn op stap. We zijn op stap. Frik, ik zie dat ook best. We zijn op stap. Ja. Ja. Over voorbestemming hebben wij nog heftig gediscussieerd, hè? Ja, ik vond dat er voor iedere man maar 1 vrouw was voorbestemd. En wat vond ik? Nou, jij vond van niet. Jij zei dat het allemaal maar toeval was en zo. En heb ik gelijk gehad? Hoezo? Voor jou was Maaike Knol voorbestemd. En heb je nu van gescheiden? Ja, dat wil toch helemaal niet zeggen dat jij gelijk had? Ik wil alleen maar zeggen dat zij de voorbestemde niet was. Ja, zo is ik ook nog alleen. Oma, 2 pieltjes. Zo. Wat zie je? Nou, zeg, daar komt een blonde uit de dames. 16, 17? Nee, een hele rijpe. Onze leeftijdscategorie. Nou, die wil ik wel een 8+ geven. Hé, ze zijn met z'n tweeën. Dat opent perspectieven. Er zit een bekende van je. Net binnengekomen. Waar? Daar, aan de bar. Dat achterhoofd moet je toch bekend voorkomen? Dat is Joris. Bingo. Nou, dat is niet te geloven, zeg. Ik de hele dag hard werken en thuis een puinhoop en meneer zit in de kroeg. Is dat die vriend? Ja, dat zal wel. Ik ken hem niet. Wel een leuke vent, zeg. Oh, krijgen we dat weer. Ik merk dat we het over hem hebben. Hij zal dan niet denken dat hij Jean is. Ja, Joris, je kunt het geloven of niet, maar ik heb weer eens contact. Nou, dat is net als vroeger, weet je wel. Ja, ik weet niet wat het is, hè. Dat heb ik gewoon aan me hangen, hè. Ja, die blonde, die heeft wel wat.
Ja, die zie ik wel zitten. Ik zie ze geen van tweeën zitten. Nou, kijk dan even onopvallend om. Oh. Oh, nee. Jou ziet ze niet zo zitten, hè? Zo te zien, nee. Ja, kan gebeuren, hè? Ja, je hebt het of je hebt het niet, hè? Ja, ik heb het nou eenmaal. Daar kan ik ook niks aan doen. Gewoon met mijn geboorte meegekregen. Is helemaal niks om trots op te zijn, hoor. Nee, je hebt weer andere kwaliteiten, hè? Oh. Lekker stuk, hoor, die blonde. Hey, ze heeft iets van Pleunie Bouma. Weet je nog wel waar ik in de derde klas eens een keertje mee... Ober, wil je die twee dames aan het tafeltje even wat van ons aanbieden? Ja. Ik mag u een drankje aanbieden namens de heren daar. Oh, wat lekker. Heb je iets lekker duurs? Ik zou een cocktail voor u kunnen maken. Oh ja, kan je dat? Wordt die wel lekker? Ja, duur in ieder geval. Oké, dan is het goed. Hij gaat ook de versierd door, hoor. Ja, dat zal wel van Joris zijn om het goed te maken. Ja, kan ook. Ja, die denkt er met een drankje lekker goedkoop vanaf te komen, maar zo zijn we niet getrouwd. Ach, één keertje rommel omdat zijn vriendje op bezoek is. Wat? Eén keertje? Het is de laatste tijd niks anders. Ja, ik wil niet te veel zeggen, maar ik denk dat ik met die dame binnen een uur zou kunnen gaan stappen, hè? Als ik me erop toeleg. Wat ik niet zal doen, want ik ben met jou. Binnen een uur? Ja, waarschijnlijk korter. Overschat je jezelf niet een beetje? Nee, denk ik niet. Oh, nou, dat zou ik dan wel eens willen zien. Oh, je gelooft het niet? Nee. Wedden? Voor een geintje, hè? 100 gulden. Dat ik binnen een uur met deze dame het café verlaat. Maar je kent haar niet eens. Nee, daarom juist. Oké, die 100 gulden kan ik heel goed gebruiken. Aanvallen? Dan ga je even naar het toilet. Ja, maar blijf niet te lang weg, hè? Anders heb ik er al mee. Ja. Goedenavond, dames. Bezwaar als ik even aanschuif. Wat vind jij, Hanna? Nou, meneer zit al. Oh, jij bent dus Hanna. Uh-huh. Nou, Bastiaan. Nee. Jij? Astrid, hallo. Zeg, zijn jullie in voor een geintje? Nou, dat hangt er vanaf. Hij daar is een jeugdvriend van me. We hebben elkaar 30 jaar niet gezien. En nou zijn we ouderwets aan het stappen. Nou heb ik om 100 gulden met hem gewed dat ik jou binnen een uur zover krijg dat je samen met mij dit café verlaat. Ja, samen nog even de stad in. Ja, is leuk, hè? Ja, dat is humor, hè? Nou ja, die 100 gulden zijn natuurlijk voor jou, hè? Het gaat mij niet om het geld, het gaat mij om de lol. Ja, ik wil zijn gezicht wel eens zien als het lukt. Ik ook. Ja, ik krijg het ook wel. Oh, dus je doet het? Nou, waarom niet? Ah, dat is puik, joh. Hij gelooft namelijk nooit dat het me lukt. Dat komt omdat hij vroeger zelf nogal... Nogal wat? Nou ja, was nogal een softie, hè? Ja, wat ze vroeger een doekje noemden. Oh. Ah, hij durfde nooit wat. Maar wel altijd meegluren, hè? Cijfers geven. Cijfers geven. Ja. Aan meiden, hè? Zo onder elkaar. Ja, cijfer natuurlijk nooit. En welk cijfer hebben jullie ons gegeven? Ah, jij bent bij, hè? Nee, dat zei ik toch net? Dat zeg ik dus niet. Ja, dan kunnen wij op ons leven best tegen, hoor. Oh, hoe oud ben je dan? Ja. Nou, oké. Cijfers noemen we niet, maar ik kan wel zeggen dat we jullie alle twee hoog hebben ingeschaald. Kijk eens aan. Ja. Hey, Joris, kom er even bij zitten, joh. Zo, nou, dat is nou Joris en dat is... Hoe was het ook alweer? Hanna. Ja, Hanna en... Astrid. Hi. Hallo. Nou, Joris, de dames stellen ons gezelschap zeer op prijs. Hoe bestaat het, hè? Ja. Dat is nou echt weer Joris. Eerlijk is hij wel, maar handig is hij niet. Nee? Ja, ben jij zo onhandig? Ja, maar hij is handig onhandig, hè. Oh, daar kan ik je staaltjes over vertellen. Ja, vertel eens. Ja, zo heb ik bijvoorbeeld altijd een lege fles in de koelkast, voor als er iemand langskomt die niks wil drinken. Hey, je glas is leeg, Hanna. Nee, niet meer, nee. Ik moet straks rijden. Ah, dat weet ik toch voor je? Ja, dat is heel vriendelijk aangeboden, maar je hebt zeker al 4 pilsjes op. Oh, dan rijd ik altijd nog beter dan een nuchtere vrouw. Oh, weer een man die denkt dat zijn pookje altijd even pinter blijft. Nou, ik rijd al 30 jaar, nooit een schrammetje. Nee, Flintje, ik wil jou niet achter mijn stuur. Ga ik toch liever lopen? Nou, dan gaan we toch samen lopen? Waarheen? Daar waar de wind ons brengt. Oh, hoe poëtisch. Ja, ik heb vroeger schriften vol met poëzie geschreven. Weet je nog? Praat maar niet. Ja. Laten wij zacht zijn voor elkander, kind, want oh... Ja, dat is van Roland Holst. Ja, heel goed. Een 10. Nou, jij weet er wat van, hè? Nou, dat is alweer een gespreksonderwerp voor onderweg. Ja, daar waar de einde ons wenkt. Dat is een end lopen. En dan op die hakken. Ah, poëzie maakt de voeten licht en de paden even. Nou, zullen we dan maar? Hey, betaal jij dan even? Verrekenen we morgen wel. Jullie vermaken je wel, hè?
Maar Astrid is toch ook een lekker stuk? Wat zei die? Ah, kijk eens aan. Alsjeblieft, dankjewel. Dat zou een leuk stukje voor in de schoolkrant zijn. Hoe twee van onze leraressen versierd werden. Maar ik heb niets gezien hoor. En als u nou ook niets gezien heeft, is er niks aan de hand. Chantage, over. Zou u misschien even een paraplu willen lenen? Het giet buiten. Oh, dank u. Veel plezier samen. Goedenavond. Zo, nou, die weddenschap is gewonnen, hè? Heb je die kop van Joris gezien? Ja. Nou, jij bent 100 gulden rijker. Waar zullen we die stuk gaan slaan? Hè? Ja, Zullen we gaan dansen? Dansen? Ja, hou je niet van dansen? Nou, er is helemaal niks. Ah, er is toch wel ergens een disco of zo? Ja, disco. Wat? Op onze leeftijd tussen de scholieren. Ah, daar blijf je jong bij. Ja, in deze kleren zeker. Ah, nou, is er dan niet iets voor mensen van onze leeftijd? Nee, dat heb je hier niet. Nee. Nou, heb jij dan een ander idee? En zullen we naar mijn huis gaan? Ja, naar jouw huis. Ja, ja, lijkt me eigenlijk veel gezelliger. Ja. Eigenlijk hartstikke leuk. Heb je nog platen van vroeger? Vets domino en zo. Da, 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 da. We gaan naar mijn auto. Nee, geen flikgeflooi bij snelverkeer. Nou zeg, wat ben jij streng? Nee, daar komen ongelukken van. Oh, nou, zover zijn we toch nog niet. Nee, maar wat niet is, kan nog komen. Ja, dat hoop ik dan. La da da di. Ja, da 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 da. Ja, da da da. Wat denk je dat die Joris nog iets gezelligs kan versieren met die Astrid? Wat denk jij? Oh, ik dacht het wel hoor. Ik dacht het niet. Hij is toch al 100 gulden armer. Nou, iets gezelligs hoeft toch niet veel te kosten? Nou. Denk jij dat die Joris zo ver zal gaan? Ah, ik weet het nooit, hè? Stille wateren. Hmm. Ah, is wel een leuke meid, die Astrid, hè? Woont ze ook alleen? Ja, die woont alleen. Hmm. Maar niet ook. Zeg, ik doe eerst even de achterdeur open. Want anders dan breek jij je nek in het donker. Ja. Komt u verder? Zo. Hé, zoveel heb ik toch niet gedronken? Ik ben hier eerder geweest. Kan dat? Wil je nog wat? Nee, dank je. Zullen we eens gaan? Ja, nog even. Ze kunnen nou toch zo terug zijn? Dat zei Jan 1/2 uur geleden ook. Ik begrijp toch niet dat ze zo met hem meeging. Nou, ik wel. Oh ja? Zeker weten. Waarom dan? Hij heeft wel wat. Nou, dat is wel best. Maar zie jij Hanna ervoor aan dat ze onder mijn ogen zo'n beetje... Nee. Ze deed het natuurlijk om mij te pesten. Denk je? Vanwege die pijn op thuis. Leer mij Hanna kennen. Toch heb ik wel eens gehoord van vrouwen die zo van de ene dag op de andere... Ja, ik ken er zelfs een die gewoon verdwenen is. Nou, ik zou het gezicht van die Basti wel willen zien. Als je hoort dat we getrouwd zijn. Ja, dan had je het moeten zeggen toen ze weggingen. Nee. Ik dacht, ik laat hem erin stinken. Hij denkt maar dat hij alles kan versieren. Nee. Zeg, je bent wel zeker van je zaak, hè? Ja, toch? Je had met hem moeten wedden. Meneer, zou ik even mogen afrekenen? Het is de hoogste tijd. Morgen het eerste uur les, ober? Nou, je hebt me aardig te pakken gehad, hè, dame? Enfin, Joris is er ook ingestonken. Ja, waar zou die uithangen? Ja, die is natuurlijk met Astrid mee, naar haar huis. Naar haar huis? Ja, ze woont toch alleen? Wat moeten ze daar dan doen? Nou, dat valt me van je tegen. Wat? Dat je zo weinig fantasie hebt? Jij hebt een beetje te veel fantasie, viezerik. Die twee kennen elkaar al jaren. Daarom juist. Nee, zo is Joris niet. Waarom lach je? Zomaar. Nee joh, je kent hem helemaal niet meer. Wat dacht je dat? We hebben alles vandaag zeer openhartig met elkaar gesproken. Vertel eens. Nee hoor, praat jij zelf wel met hem. Oh, daar komt hij. Joris? Hey, oh, Alex, ben jij het? Hey, Joris komt eraan. Oh, dus jij brengt hem thuis in plaats van hij jou? Ja, dat is typisch weer Joris. En heb je het leuk gehad? Oh, zijn jullie hier? Wat ongezellig, zo in de keuken. Oh, jij denkt dat het daar binnen gezelliger is. Hey, Basti, nog plezier gehad?
Dat komt nog. Komt nog. Als hij straks 100 gulden van je krijgt. Hé, wat kinderachtig dan. Heb jij haar verteld dat we gewed hebben en dat jij gewonnen hebt? Vieze macho. Ja, mag ik dan nou misschien wel eventjes afrekenen, alsjeblieft? Trouwens, je had maar wel eens kunnen zeggen dat jij met deze dame getrouwd bent, hè? Oude vieze gluiper. Nou, heren, laten we het nou fijntjes houden. Joris, als jij nou even die 100 gulden geeft, dan staan jullie toch weer kiet. Oh, hartelijk bedankt voor de bemiddeling. Je bent een fijne vrouw. Hier, je judaslam. Hé, wat? Waarom, wacht even. Wat heb jij daarvoor moeten doen? Ik moest wel. Moest wel? Om het huis wat geld terug te verdienen, dat jij zit te vergokken. Oh. Is alles al kan? Ja, maar het had net zo goed even tot morgen kunnen wachten. Wat? En dan ik op mijn nuchtere maag in de troep zitten. Ik dank je feestelijk. Ik ben uitgeput. Je vriendje Basti zou je toch helpen? Nou, die was meteen vertrokken. Ik kan Astrid op dit uur toch niet alleen over straat laten lopen? En hij zou blijven slapen. Ja, maar hij heeft nou een beter adres. Die heeft het toch maar mooi versierd, hè? Vind je? Ik bedoel, die neemt af en toe eens een weekje vrij en dan rijdt die stad en land af langs vrienden, vrouwen. En wat het leuk is, dan blijft hij slapen. En is het niks, dan is hij meteen weer vertrokken. Een vliegende kraai vond ik altijd wat. Nou, wat let je, kan jij ook doen. Ik heb jou toch. Och, wat lief. Je bedoelt dat je dat helemaal niet nodig hebt. Ja. Nee. Nee? Nee. Oh, jij bedoelt dat je voor mij thuis moet blijven? Nee, maar... Nee, dat moet je juist niet doen, hoor. Want ik red me wel. Oh ja? Ja. Ik kom helemaal niet om van de eenzaamheid als ik alleen thuis ben. Wie dan wel? Basti. Ha, kom nou. Nou, geloof me maar. Nou, ik ben een middag met hem opgetrokken. Als dat eenzaam is, dan teken ik ervoor. Ja? Ik heb een uurtje met hem aan de keukentafel gezeten. Ja, daar wordt de mens ook niet vrolijker van. Als die een weekje gaat stappen, is dat geen uitje, dat is een vlucht. Dat zegt hij tegen jou, ja. Om een zielig indruk te maken. En het lukt hem ook nog. Ik wil, jij vroeg hem of hij bleef slapen. Maar zo gauw zie je de ander bed lonken en weg is hij. Jaloers, hè? Wat is dat nou? Ik lig net. Oh, ik kijk wel even. Het is voor jou. Voor mij? Het is Basti. Wat moet je? Is er nog plaats in de herberg? Je had toch een bed? Ik ben eruit gezet. Jij eruit gezet? Ze dacht dat we weer gebed hadden. Dan krijg ik nu 100 gulden van jou. Ik kom eraan, hè?